Ben Kamphuis, we staan hier vanavond bij de uitreiking van de Europarengelden. Kun je er iets over vertellen waarom we hier vanavond zijn? Wij zijn hier vanavond omdat wij, en met wij bedoel ik de Almelopers, in 2017 weer een doorkomst hebben georganiseerd voor de Europarun. En bij die doorkomst hebben we in de verkiezing Europarunnerstad op de route Hamburg-Rotterdam de tweede prijs gewonnen. En met die tweede prijs, daar hangt een geldbedrag aan van 25.000 wat wij in Almelo mogen verdelen onder goede doelen die zich bezighouden met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. De Europarun, kan je er iets meer over vertellen? Europarun is een estafetteloop van Hamburg naar Rotterdam met het doel om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. We doen jaarlijks zo'n 330 teams aan mee. De totale afstand is ongeveer 75 kilometer. Welke organisaties komen daarvoor in aanmerking? Vanavond zijn dus inderdaad de organisaties die zich in Twente en dan met name ook in de buurt van Almelo bezighouden met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En we hebben vanavond drie goede doelen die we blij kunnen maken met een bepaalde gift waar zij spullen voor kunnen aanschaffen om hun werk wat te kunnen vergemakkelijken. Kan je daar nog iets dieper op ingaan? Ik kan de doelen wel noemen. Dat is het inloophuis in oprichting voor kankerpatiënten krijgt vanavond een cheque om een aantal spullen aan te kunnen schaffen en om ook een stuk extra bekendheid te kunnen genereren. ZGT krijgt geld voor twee hoofduitkoelers. En dan is er nog de Stichting Mee die een cheque krijgt om een paar koffers te kunnen aanschaffen waarmee ze bij gezinnen hulpmiddelen in hebben zitten om mensen te kunnen helpen. Dat zijn allemaal hele mooie middelen. Bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Ik sta hier bij Maaike ten Duis. Jij bent de nieuwe coördinator voor het inloophuis wat er gaat komen. Ja, dat klopt inderdaad. Er komt een nieuw inloophuis, ZGT Almelo. We willen voor de zomer willen we open en we zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Jullie krijgen een bedrag van de Europarun. Kan je uitleggen hoe blij jullie daarmee zijn? Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want zonder dat bedrag hadden we natuurlijk niet kunnen bouwen. En we hebben nu een bedrag waar we echt de boel mee op kunnen zetten. Waar we meubilair van kunnen kopen, waar de bouw van bekostigd kan worden. Dus ja, dat is geweldig. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Heeft er nog niemand gezegd vandaag? Ik kan het even rusten. Helemaal goed.